Wat vindt u van het programma? Wat vindt u van de mannen? Johan, is het vaak met u eens dat in uw column schrijft? Nou, terecht. Zij is van de oude garde. Ja, zelfde mening vaak. Ja, maar dat, nee, gekheid, dat maakt helemaal niks uit. Als hij dat zo vindt, soms dan denk ik, ja, soms hoor je wel eens iets zinnigs. Maar vaker onzinnige dingen, of valt het wel mee? Ja, ze halen dingen bij, maar ja, dat hoort denk ik bij het programma. Maar als zij over het voetballen praten, dan denk ik, ja, dan hoor ik Johan wel eens zinnige dingen zeggen. En Van der Gijp heb ook wel sommige goede dingen, als je maar niet over die Özil begint. Want die is twee keer in het jaar, dan is het een hele goede speler, voor de rest is het niks. Nou, en Boskamp die zit alleen maar te brommen. Dus die hoor ik. Ja, Messi is een goede speler. Ja, maar ja, dat hebben we nou al 100.000 keer gehoord en dat weten we ook dat het een goede speler is. En voor de rest niet. En Özil, dat is dus wat overdreven wat u betreft, inderdaad. Nee, kijk, Özil heeft pas geleden hebben een goal gezien, dat was geweldige combinaties, waarin hij ook een hoofdrol speelde. Met zijn hele goede speler, maar gaat niet zeggen dat het een hele belangrijke speler is. Want dan ben je 80% van het seizoen ben je een hele goede speler. Maar hij is 10%, 15% is een goede speler. Dan laat hij zien hoe goed hij is. En voor de rest, als ik die bal af moet geven en ik speel bij dinges en ik geef hem dan vaak aan die Chaka. Nou, dan geven die spelers vaak die bal aan hem als aan de Özil. Nou, dat is op zich al een schande. Dus hij moet zeggen, geef hier die bal. En hij moet uitstralen dat hij zo goed is. En dat zie je te weinig bij iemand met zoveel kwaliteiten. Dat is hetgeen wat ik wil zeggen, want dan geven ze hem aan die koekenbakken. Nou, daar word je niet vrolijk van.